Welkom weer op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je vast wel aan de titel kan zien, hebben we weer een nieuwe budget toppers voor jullie. Ik hoop dat je heel erg blij bent om te zien dat we weer een nieuwe aflevering hebben. Want vorige maand hebben we er eentje overgeslagen. Ja. Deze keer zijn we weer terug met leuke lifestyle, fashion en beauty toppers. Mocht het de eerste video zijn die je van ons ziet in deze serie, de budget toppers, lichten wij eigenlijk aanbiedingen uit die ons heel erg aanspreken, die passen bij onze stijl, die wij het waard vinden om te halen. Dus het gaat echt om aanbiedingen en niet om producten die, ja, of om niet om het überhaupt het goedkoopste product die überhaupt op de markt is. En zoals altijd zijn deze aanbiedingen natuurlijk tijdelijk, dus wees er snel bij. Nou, voordat we verder gaan, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven en vergeet je ook niet alvast te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we nu verder met de budget toppers. Van het weekend was ik op bezoek bij de Quantum. Ik was niet echt op bezoek. Ik ging gewoon naar de Quantum. En daar zag ik hele leuke spulletjes staan. Namelijk onder andere dit marble zeeppompje. Ik vond hem echt super mooi eruit zien. En ik moet zeggen dat hij ook heel erg goed aanvoelde. Niet super goedkoop of zo. En het printje was ook heel erg mooi. Hij is 5 euro, dus het is niet super goedkoop. Nee. Maar ik denk als je van marble houdt en even je badkamer of je keuken een beetje een wilt pimpen, dan denk ik dat dit wel een heel leuk dingetje is om neer te zetten. Dan vonden we bij de Quantum ook nog een print bamboe servies. En dat is natuurlijk heel mooi materiaal. En de printjes die erop zaten waren ook wel heel erg tof. En je kon echt eigenlijk gewoon een heel serviesje ervan aanschaffen. Want ze hadden borden en bekers en ook mooie kannen en zo. En het voelt gewoon lekker stevig aan. Dus het is wel echt goede kwaliteit. En de prijzen zijn van ongeveer €2,50 tot en met €6. Het ligt er een beetje aan wat je wil aanschaffen. En wat wij vooral heel erg chill vinden aan bamboe servies is dat je het eigenlijk gewoon kan laten vallen en het gaat niet stuk. Dus dat is eigenlijk gewoon ideaal als je gaat picknicken bijvoorbeeld. Of barbecuen buiten. Nou, of gewoon überhaupt voor in huis. En laatste plaats steek een foto van mijn huiskamer. En daar ligt een kleed met wat ruitjes erop. En daar kreeg ik superveel vragen over. Nou, het kleed is van Sostrenne Grenne. Hebben we volgens mij vorig jaar alweer gekocht. Mm-hmm. Dus hij is niet meer verkrijgbaar. Maar we hebben een leuk alternatief voor je. En dat is het kleed bij de Gamma. Hij is nu in de aanbieding voor €100. Hij was €140. Dus je krijgt €40 korting. Wat heel erg mooi is. En ik denk eigenlijk dat dit kleed nog van betere kwaliteit is. Ik denk het ook. Dan degene die wij hebben. Want degene die wij hebben is heel erg dun. En deze van de Gamma ziet er een stuk beter uit. En ik denk dat je hier wel wat langer mee gaat doen. Dus dat is een leuke tip voor je. Bij de Deens Supermarkt heb je op dit moment een aanbieding. Dat geldt op Starbucks drankjes. Dus als jij echt een Starbucks liefhebber bent. En je wilt echt je Starbucks fix hebben. Maar je zit een beetje krap bij kas. Dan kan je dan dat drankje halen bij de Deen. En die kost maar €1. En het zijn dan wel koude drankjes. Die vind ik persoonlijk wel heel erg lekker. Vooral in het voorjaar. En die kan je gewoon ook makkelijk meenemen. Naar je werk, naar school, en je hoeft niet euro. Per se langs de Starbucks. En het is maar €1, dus dat is ook helemaal niks. Laat ons eventjes weten of jij ook een Starbucks fan bent in de comments. Bij Lidl heb je momenteel een aanbieding op twee Singer apparaten. Namelijk de Singer naaimachine en de Singer lokmachine. Nou, als je een beetje op zoek bent geweest naar een naaimachine, dan heb je vast wel het merk Singer voorbij zien komen of horen komen. Want dat is gewoon het naaimachine merk. En ze hebben nu een naaimachine aanbieding voor €75, wat echt wel een hele goede deal is. En je hebt ook een lokmachine in de aanbieding voor €125. Ik heb al een hele lange tijd een lokmachine op het oog. Het is een apparaat dat net zeg maar... Een lokmachine is eigenlijk een apparaat dat je stof snijdt en tegelijk... kan even niet op het woord komen. Zoals de binnenkant... Zodat het wordt afgewerkt. Ja. En een lokmachine is gewoon super snel, omdat hij dus snijdt en het afwerkt tegelijk. En bij een naaimachine ben je echt meer dingen alleen aan het naaien en die snijdt niet, zeg maar. Naaimachines, het klinkt misschien een beetje ouderwets, maar het is ideaal om thuis handig te hebben. Want ik heb al meerdere broeken smaller gemaakt, korter gemaakt, kussensloopjes gemaakt. Volgens mij hebben we een paar duwtjes zelfs op onze website ook staan, hoe je zelf een make-up tasje kan maken. Dus je kan er heel veel mee en... Het scheelt ook heel veel geld. Je moet gewoon... Eigenlijk is het beste om het altijd eerst zelf te proberen en dan pas naar de kleermaker te brengen. Ja. Want die prijzen kunnen echt oplopen. Deze zijn dus in de aanbieding bij Lidl. Ik vind ze hele goede prijsjes. Dus ik zal zeker eventjes kijken als je al een beetje een naaimachine of een lokmachine op je wishlist had staan. Bij de Zenos hebben ze op dit moment echt superleuke partyaccessoires. Vooral eigenlijk gericht op babyshowers. Dus vandaar dat wij er een beetje geïnteresseerd in zijn. Maar je kan ze natuurlijk ook gewoon gebruiken voor andere feestjes. En het zag er allemaal super schattig uit. Af en toe met een metallic detail. Volgens mij ook nog met wimpertjes had ik gezien. Natuurlijk ook hele toffe ballonnen. En dat is wat mij betreft meteen een reden voor een feestje. Prijzen variëren van €1 tot €4. Dus dat is echt hartstikke weinig. En dat
is heel erg chill. Dan hou je geld over voor andere dingen. Zoals eten. Dat is ook heel erg belangrijk op een feestje. Bij Big Bazaar zag ik een leuke karaffenset. Hij is vijfdelig. Je krijgt een karaf met vier kleinere glaasjes erbij. En die vond ik gewoon wel heel erg leuk te uitzien. Het is heel erg leuk om gewoon een drankje in te schenken wanneer je bijvoorbeeld straks gaat picknicken buiten. Maar uiteraard ook gewoon voor thuis. En ik vind dat gewoon echt iets leuks hebben. Het is heel van gezellig. Echt glas. Het ziet er super mooi uit. En hij kost maar €3,99. Ja, want zo'n karaf is ook heel erg leuk om op tafel te zetten tijdens het avondeten. Met wat komkommer erin en wat munt, wat citroen en zo. Op die manier drink je misschien ook wat sneller je water. En we hebben het wel de hele tijd over picknicken en barbecue. Want we kijken gewoon zo erg uit naar de lente en zomer. Maar ja, we moeten nog even wachten. Bij de Kruidvat heb je op dit moment allemaal leuke dierenkleedjes in allemaal diverse printjes. En ik ben natuurlijk eventjes naar de winkel gegaan om te kijken hoe dat eruit zag. Ik moet zeggen, de kwaliteit voelde goed. Het is wel overduidelijk natuurlijk een nep boy. Er zitten echt wat van die haartjes op, dus dat is wel heel erg leuk. En je hebt dan diverse prints. Dus je hebt zebraprint, je hebt pantenprint en een koeienprint, geloof ik. Het zag er wel heel erg leuk uit. En wij zijn zelf heel erg fan van die panterprintversie. Het leek ons heel erg leuk op een kinderkamer. Ja. Uiteraard ook gewoon op je eigen kamer. En ik heb ook even gekeken naar de grootte door er even naast te staan. Niet op, denk ik, maak het ding eventjes niet vuil. En het is wel een goed maatje om in ieder geval in een kamer neer te leggen. Deze kostte oorspronkelijk €30 en die kost nu nog maar €13,99. Dus dat is wel een heel fijn prijsje voor zo'n leuk kleedje. Nou, over dierenprintjes gesproken. Op dit moment heeft Biore een limited edition neusstrips met een panterprintje uitgebracht. En ik was super excited, want ik ben ten eerste heel erg dol op die neusstrips. Die werken echt super goed van dit merk. En ten tweede ben ik heel erg dol op luipaardprint. Dus ik ging erheen. Ik heb even gevraagd of ze ze hadden. En ze hadden ze nog net niet binnengekregen, maar misschien op dit moment wel. Ik weet dat het niet echt een must heeft om zo'n leuk printje erop te hebben. Maar het maakt een meidenavondje met die neusstrips wel net eens leuker. Nou, deze neusstrips die scoor je bij de Ethos voor €5,99. En daarmee krijg je korting, want ze kosten oorspronkelijk €7,99. Gaan we door naar Trekpleister, want zij hebben momenteel een hele fijne actie op de Sneeuwt het nou? Ja, yeah, oh my god! Ik zat naar de camera te kijken en ik dacht, sneeuwt het nou of heb ik iets met mijn ogen? Ik zat ook te kijken, maar wat de hel? Het gaat ook gewoon horizontaal. Yeah. Wauw, dat was echt even afgeleid daardoor. Looper. Gaan we door naar Trekpleister. Ze hebben namelijk momenteel een hele fijne actie op de Garnier Skin Active Line. Is een hele fijne lijn en daar hebben ze nu momenteel 40% korting op alle producten. Bij de Kruidvat heb je op dit moment heel veel geurtjes in de aanbieding en de kortingen die lopen wel op tot 50%. Maar ze verschillen heel erg tussen welke parfum je nou eigenlijk wilt. Dus ze hebben echt super veel geurtjes in de aanbieding en echt heel veel keuze. Ja. Niet normaal. Larissa zag al een geurtje van Abercrombie & Fitch ertussen zitten bijvoorbeeld. En ook heel veel andere designermerken. Dus ja, grote kansen in ieder geval een geurtje tussen zit die jij al kent of die jij gewoon heel erg lekker vindt. Dus ik zou zeker eventjes kijken als je toe bent aan een nieuwe geur. Nou, Ethos heeft altijd wel hele goede aanbiedingen. Vaak 1 plus 1 gratis. En deze keer hebben ze ook weer 1 plus 1 gratis. Maar dan ook nog dat je merken mag mixen. Je hoeft dus niet zeg maar bij hetzelfde make-up merk te blijven. Maar je kan alles met elkaar mixen. En je hebt dus die 1 plus 1 gratis actie. Wat volgens mij wel een van de beste aanbiedingen is die je kan krijgen. Mm-hmm. De nieuwe zonnebrillencollectie is binnengekomen bij de Kruidvat. Dus ik heb er al eventjes tussen staan neuzen om te kijken of er wat tussen zat, want ze zijn op dit moment ook goed geprijsd. De prijzen zijn vanaf €6,95, dus dat vind ik echt heel erg prima voor een zonnebrilletje. Nou, je hebt echt voor ieder wel wat wils. Je hebt aviators, je hebt gewoon ronde brillen. Ik zag zelf een hele mooie ronde spiegelbril die me echt heel erg deed denken aan het Ray-Ban modelletje. Maar ook een andere bril met een beetje zo'n geflekte buitenkant en dan bruine glazen met een beetje een blauw accentje erin. En dan had ik ook nog een andere bril gepast. Het leek een beetje op een hexagon, maar dan iets gestrekter en dan blauw met weer spiegelglazen. Het zijn wel echt hele toffe exemplaren die ertussen zitten. Zoals je vast wel weet heeft Heidi Klum een collectie ontworpen voor Lidl. En binnenkort komt haar nieuwe collectie uit, namelijk op maandag 5 maart. En die ziet er echt wel heel erg leuk uit. Ik heb al hele mooie skinny jeans gezien. Hele hippe regenjassen die een beetje doorzichtig zijn. Dus dat is op zich wel heel erg grappig. En er komt ook een hele leuke leren jas aan die verkrijgbaar is in het bruin en in het zwart. En het heeft een beetje zo'n bikergevoel, maar net ietsje anders. Doordat hij niet zo'n typische rits heeft in het midden, maar gewoon twee
knoopjes, wat ik wel heel erg grappig vond. Nou, er zitten nog veel meer leuke kledingstukken in deze Heidi Klum collectie, maar wij lichten er eigenlijk maar 3 uit, omdat die ons het meest aanspraken op dit moment. En de regenjas die kost €20, de jeans kost €15 en de leren jas die kost €60. Dus dat is echt een prima prijsje voor een leren jas. En bij de Lidl heb je ook weer sportkleding liggen. En nu is Lidl niet meteen de winkel waar je aan denkt voor sportkleding. Maar ik kan je vertellen dat ik wel thuis een aantal shirtjes heb. En die zijn wel heel erg dun. En dat vind ik juist heel erg chill en echt van dat ademende materiaal. En het zijn gewoon best wel fijne shirtjes. Heel erg budgetproof, want ze kosten maar tussen de €6 en €7. En dan heb je dus niet alleen tops, maar je hebt ook van die mooie broeken. En volgens mij vestjes ook, geloof ik. Dus het is zeker wel even leuk om daartussen een kijkje te nemen. Nou, we blijven nog eventjes bij de Lidl, want ze hebben momenteel ook een hele goede aanbieding op de thermocool trui. En ik draag momenteel ook echt een thermo trui hieronder. Want je weet vast wel hoe ontzettend koud het buiten is. En ik kan je vertellen dat thermokleding echt werkt, echt helpt. Ja. Ik heb ook een thermo mayo. Ja, precies. Echt niet normaal hoe goed het werkt. Dus dat is helemaal heerlijk. En bij de Lidl hebben ze momenteel een hele zwarte cool trui. Dus het is eigenlijk ook gewoon best wel chill om gewoon op zichzelf te dragen. Hebben ze nu een aanbieding voor maar €3. Oké, hier moet ik eventjes inspringen, want tijdens het editen kwam ik erachter dat ze de aanbieding hebben aangepast. En ze hebben nu de prijs veranderd naar €4,99. Dus het is niet echt meer een geweldige aanbieding, maar alsnog is het wel een fijn prijsje. Ja, die zou ik zeker even gaan halen, want deze koude dagen blijven helaas nog eventjes aanhouden. Dus het is zeker niet te laat om er nu eentje aan te schaffen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie. Worden jullie ook steeds verleid door dat zonnetje buiten? En dat je dan heel eventjes vergeet dat het koud is. En dan stap je naar buiten en denk je, oh my god, het is zo koud. Ik ben al meerdere keren mijn handschoenen vergeten. En dat is echt een fout met dit weer. Niet normaal. En over thermokleding gesproken, bij de Big Bazaar heb je nu ook een thermolegging. En die kost maar €1,99. Dus dat is echt helemaal niks. En dat is echt super chill om bijvoorbeeld te dragen onder een lange rok. Of misschien onder je jeans. Als je misschien een beetje mom jeans aan hebt, dat het nog wel net kan. Dan zou het eventueel kunnen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je het dan ziet. Maar ook natuurlijk op wintersport is dat echt super chill. Nou, als je aan mode en aan kleding denkt, dan denk je misschien niet meteen aan de Quantum. Maar laatst kwam ik een super leuk macramé klutsje tegen. En hij was nog redelijk groot, dus je kan er best wel dingen in kwijt. Maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken voor je make-up. Ik ben er misschien voor op school, maar ik vond hem ook gewoon echt leuk genoeg om te gebruiken als klutsje, waar je gewoon je telefoon en je andere bezittingen in kwijt kunt. Want hij ziet er echt super leuk uit. Ik kon op dat moment niet de prijs vinden, maar mocht ik de prijs toch nog online kunnen vinden, zou ik hem eventjes ergens in beeld ploppen. Maar ik denk gewoon, ik weet bijna zeker dat het gewoon wel een budget fijn prijsje is. Dus dat vond ik wel een hele leuke tip om nog eventjes met jullie te delen. Nou, nogmaals, deze aanbiedingen zijn niet eeuwig geldig. Dus als je iets hebt gezien wat je leuk vond, laat het ook eventjes achter in de comments, want we zijn heel erg benieuwd. Ren dan zeker eventjes naar de winkel, zodat je het niet mist. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video als je hem weer gezellig vond. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. En druk ook meteen eventjes dat belletje aan, word je als eerste altijd op de hoogte gebracht wanneer er weer een nieuwe video online staat. En wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze nieuwe budgettoppers. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.